Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je ziet ons live op Facebook via de pagina van Mr. Motley of je hoort ons natuurlijk via podcast of ook live op Amsterdam FM. Dat kun je ook later doen, terugkijken dat is, YouTube, Artube bijvoorbeeld. En dan zie je ons hier zitten en dan zie je ook Annabel Binnert zitten. Zij laat zich inspireren door wat ze hier hoort en maakt tijdens het gesprek werk. En zij zit hier tegenover me, heel leuk om dat live te volgen. En aan het eind van het uur hoor je meer over een project dat op Voor de Kunst staat. Dit keer het Amsterdamse Museum Ons Lieve Heer op Zolder. Maar eerst praat ik met Ronald Ophuis. Zijn schilderijen zijn vaak gruwelijke weergaves van het kwaad waar de mens toe in staat is. Volwassenen die kinderen verkrachten, soldaten die na een moordpartij een balletje trappen, of een groepje kindsoldaten dat op het punt staat een zwangere vrouw open te snijden om te controleren of ze een jongetje of een meisje zou gaan baren. Maar de laatste tijd lijkt Ronalds werk wat minder gruwelijk te worden en zich juist meer te richten op de veerkracht van de mens. Bijvoorbeeld wanneer hij mannen afbeeldt in een gevangenistenue van concentratiekampen die ondanks alle ellende toch in staat zijn om zich bezig te houden met het opvoeren van theater. En of dat klopt, of die inschatting klopt, dat gaan we vragen. Ronald, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. We gaan het straks over je meer recente werk hebben. Maar eerst toch even dat kwaad in de mens, want dat dringt zich dan toch op. En dat zit ook echt natuurlijk doorspekt in jouw oeuvre. Waarom heeft dat zo'n prominente plek in jouw werk? Het begon eigenlijk al heel vroeg. Als we vroeger naar de kerk gingen, en onder andere, het is nu Pasen geweest, dus het is wel een goede aanleiding om daar even over te spreken. Je krijgt het kruisringsverhaal en de meeste mensen identificeren zich dan vrij makkelijk met het lijden van Christus. En het lijden met het slachtoffer, dat geeft een heel zuiver gevoel. Terwijl ik altijd dacht, als ik die teksten aanhoorde over het Bijbelverhaal. Wie zijn de mensen eigenlijk die schreeuwen om de dood van Christus? Dat vond ik eigenlijk veel interessanter om me daartoe te verhouden. En wat zou ik doen als ik in zo'n situatie zou zijn geweest? En... Dus ik gebruik eigenlijk die schilderijen als een soort denkmal om na te denken over het negatieve, het kwade, de schaduwkanten van de mens. En op een gegeven moment dacht ik van het is eigenlijk interessanter om de daders te schilderen vanuit een niet-moralistisch perspectief. Zodat je je best moet doen om begrip op te brengen voor waarom mensen in staat zijn tot dat soort daden. Ja, moeilijker ook. Lijkt me. Het is veel moeilijker. Het stuit natuurlijk op veel meer weerstand. Ook natuurlijk ook bij mezelf. Het is veel moeilijker om het te verdedigen. Maar goed. Makkelijk kunst is natuurlijk ook niet interessant. Het moet ook een uitdaging zijn. En ik vind ook dat het liefdesaffaire tussen de maker en de toeschouwer, die moet ook niet te intens zijn. Dat moet natuurlijk ook een beetje... strategisch vind ik het belangrijk om vanuit zo'n punt te vertrekken. Mensen zijn meestal geneigd om te zeggen, onze kinderen moeten geen slachtoffers worden. Maar ik zou het eigenlijk liever anders willen formuleren, dat onze kinderen geen beulen moeten worden. En ik denk dat het belangrijk is voor een samenleving, dat de samenleving ook gevoed wordt met de keerzijde van wat bevolkingsgroepen hebben aangericht. Dat is denk ik ook beter om de samenleving ten goede te ontwikkelen. Want dat ligt er wel onder inderdaad. Dat mensen zich daardoor door het inleven met de bad guys, om het zo maar te zeggen, dat ze zich ook zich daarna moeten verhouden tot die rol. Dat is wel mijn streven. Ja. Ja. Toen je zo zelf in de kerk zat, dacht je dat allemaal nog niet, stel ik me zo voor. Als klein jochie. Zo van... Nee, maar die fascinatie was er wel al meteen. Voor zoals jij het noemt, de bad guys binnen het paasverhaal. En is dat dan ook omdat je denkt, ja, misschien ben ik dat zelf ook wel? Of ik weet zeker dat dat kwaad ook in mijzelf zit? Nou, in die zin dat ik mezelf niet vertrouw. Hè. Hoe meer je erover leest en hoe vaak je verhoudt tot dat soort onderwerpen, hoe duidelijker het wordt, hoe makkelijk het eigenlijk is om mensen... te laten veranderen in verraders of mensen te laten corrumperen. Dat zien we natuurlijk volop. Ja.
Maar je vertrouwt jezelf niet? Nou, naarmate je ouder wordt, krijg je wat meer vertrouwen in jezelf. Maar er zijn natuurlijk hele kwetsbare leeftijden. En ik merk natuurlijk zelf ook dat ik af en toe in een soort denkbubbel zit. Mm-hmm. En ik weet dat het... Was ik begin 30 zelfs al. Toen liep ik met mijn dochter liep in Limburg. En er was een grote kruising gebeeldhouwd op een kerkplein. Dus je zag Jezus en je zag de twee misdadigers. En ik liep dan met mijn schoonvader, die niet gelovig is opgevoed. En mijn dochter, die komt uit China. We hebben haar geadopteerd. En zij vroeg aan mij van, goh, papa, wat zie ik daar eigenlijk? En toen zei ik, nou ja, je ziet dat en dat. En toen zei ze, maar wat heeft hij er gedaan? En dan toen zei ik, nou ja, hij heeft eigenlijk niks gedaan. Maar die andere twee, die verdienden het wel. Wat mijn schoonvader zei van, hoezo Ronald, verdienen die de doodstraf? Toen dacht ik, oh ja. Ja, dus je bent met een bepaalde zwart-wit opvatting eigenlijk. Dat is erin gestanst, als het ware. En je moet moeite doen om een andere positie daarover in te nemen. Ja. En jij helpt ons met het moeite doen. Nou, er is weinig beeldmateriaal. Hè? Dat vertrekt vanuit daderperspectief. Dus ook als kunstenaar vertrek je natuurlijk ook vanuit het idee dat er ergens een leegte ontstaat. Hè? Een idee komt bij je op en dan check je meteen of zoiets al eerder is gemaakt. En hoe dat dan gemaakt is. De afgelopen maanden heb ik echt vrij veel... Dat is natuurlijk een belangrijk item op dit moment. Hè? De identiteitspolitiek. Hè? Dus eigenlijk je biografie. Hè? Wie mag wanneer waar iets over zeggen. Mm-hmm. En dat is een complex iets. Maar dat heb ik eigenlijk mijn hele kunstenaarschap al... last van een weerstand tegen. Maar ik heb er ook eigenlijk altijd last van gehad. Dus... Toen ik van de academie afkwam, op een gegeven moment ging ik schilderijen maken over de Tweede Wereldoorlog, over het leven in concentratiekampen. En toen kwam meteen de kritiek die ik natuurlijk wel had verwacht van, God, hij is niet Joods, hij is niet opgevoed in een Joodse traditie of in een Joodse cultuur. Dus eigenlijk mag hij er niks over zeggen. En omdat er nu de afgelopen maanden weer, of de afgelopen jaar eigenlijk, maar vooral echt de afgelopen jaar in Nederland ook steeds sterker wordt. Die discussie, dacht ik, moet me daar toch wat meer tegen wapenen. En toen bedacht ik me, eigenlijk komt hetzelfde verlangen van mensen die dat soort kritiek uiten op kunstenaars die, laten we zeggen, het leven verbeelden, dat niet hun eigen directe leven is. Is dat veel mensen die kunstwerken toch als heel verwarrend ervaren. En heel veel mensen willen eigenlijk begeleid worden in de interpretatie van hun kunstwerk. Dus als jij vanuit een slachtofferrol zo'n werk maakt, dan bedoel ik niet dat het beeld een slachtoffer moet laten zien. Maar als jij zelf vanuit jouw biografie is een slachtoffer, heeft een slachtofferpositie, vertrekt, dan vinden mensen het eigenlijk meteen prima. Dan ben je eigenlijk meteen vrij om te schilderen wat je zou willen. Mm. Tenminste, dat is niet helemaal waar, maar misschien komen we daar nog op terug. Bijvoorbeeld in de jaren 90 had ik een rechtszaak. Ik had een schilderij geschilderd en tentoongesteld, waarop twee kinderen worden verkracht door drie volwassen mannen. Er was eigenlijk in eerste instantie niks aan de hand. En toen brak die affaire rondom Dutroux uit in België. En daarna werd het schilderij opnieuw tentoongesteld. En toen was lijden in last. En mensen begonnen te klagen. De officier van justitie kwam. Het schilderij dreigde in beslag te worden genomen. Of ik zou worden vervolgd. En nou ja, het was een hele complexe constructie. Uiteindelijk mondde het uit in een rechtszaak die ik dan won. En tegelijkertijd toen had je ook... het programma bestaat eigenlijk nu nog steeds. Af en toe bij De Wereld Draait Door. Het Lagerhuis. Dat programma had je toen. En toen, daar werd ik toen voor uitgenodigd. En dan had je... En dan zat ik dus die hele zaal in zekere zin tegen mij. Waaronder de beroemde Henk Bres, die natuurlijk voor de woedend... Precies. Ja? Woedend opstond. Wat was dan de stelling? Mag je zo'n schilderij maken of niet? Ah, oké. Okay. Jij was zelf de stelling. Ja, in zekere zin stelling. Ja. En toen dacht ik van, ik kan me nu eindeloos verdedigen. Maar toen zei ik tegen de zaal van, ja, maar stel nou dat het mij was overkomen. Mag ik dat dan niet schilderen? En toen was het meteen doodstil. Terwijl het schilderij niet veranderd. Hmm. En volgens mij is dat hetzelfde als wat nu heel erg speelt. Of je iets mag schilderen wat eigenlijk in zwarte thema's zijn. Ja. Ja. Maar het heeft ook met een machtsverhouding te maken natuurlijk. Als je het hebt over die zwarte thema's. Je zou kunnen zeggen, ja, het is tijd dat zwarte minderheden het vol op het podium krijgen om te zeggen wat ze willen zeggen. En dan past het misschien als je als witte meerderheid dat je dan even je mond houdt. Dat,
Dat zou, dat ja, daar zou... ben ik het niet helemaal mee eens. Want wij hebben natuurlijk, of wij, dat is een of als wij twee. Ja, als blanke witte mannen onder elkaar. Ja, we hebben natuurlijk ook een visie op het gebeuren. En toen ik bezig was met die schilderijen over de Tweede Wereldoorlog, toen werd mij vaak verweten dat ik daar geen recht van spreken had. Maar van wie kwam die kritiek? Dat was eigenlijk meestal de tweede of de derde generatie van kampoverlevenden of kampslachtoffers die de kritiek op mij spuiten. Want als ik sprak, want ik had me wel enigszins voorbereid. Dus ik had wel met een aantal mensen gesproken die de concentratiekampen hadden overleefd. Om te vragen of de taferelen die ik van plan was te schilderen, of dat enigszins klopte. En wat zij ervan vonden en hoe zij erop zouden reageren. En hoe zij dachten dat zoiets in de Joodse gemeenschap zou vallen. En zij hadden er helemaal geen moeite mee. En toen bedacht ik me later van ja, maar als je dan moet wachten, wat je net zegt, dat je de zwarte gemeenschap de kans en de ruimte moet geven om hun eigen geschiedenis te vertellen. Over de Tweede Wereldoorlog, daar zijn eigenlijk helemaal geen schilderijen over gemaakt. Over het leven in het concentratiekamp. Er zijn wel een aantal tekeningen en schetsen, maar ik ken geen enkele schilder die dat, laten we zeggen, op groot, serieus formaat heeft geschilderd. En binnen die zwarte gemeenschap geldt misschien soms wel voor hetzelfde. Dus ik ben er wel voor om ze die ruimte te geven. En waarom zou ik daar tegen zijn? Maar het hoeft niet exclusief te zijn. Maar ik vind niet dat wij hoeven te wachten. Weet je, het beeld moet beoordeeld worden. Een ander dilemma is misschien wel dat je zou kunnen denken dat binnen de zwarte gemeenschap, dat er een ander soort beeldcultuur ontstaat. Laat zeggen, een ander visueel beeld, een ander stijl, een andere stijlvorm. En nou ja, zoals we allemaal weten, is dat een stijl heeft tijd nodig om gewenning te vinden in de samenleving. Dus in die zin zou je misschien wel kunnen wachten. Hè? Maar goed. Even terug naar het onderwerp zelf, dat kwaad. Eigenlijk, wat blijkt uit je schilderij, is dat je wilt dat het leed zo schrijnend mogelijk naar voren komt. Als kijker moet het me echt raken. Ja, het is wel de bedoeling dat ik je pijn doe, in zekere zin. Want ik denk, als je mensen wil laten oordelen, mensen moet, als je wil dat mensen nadenken over wat ze zien, dan moet je ze emotioneren. En het moet niet een concept zijn. Hè? Dat moet dan fysiek, in zekere zin, beleefbaar zijn. Ja. Want pas dan, weet je, gaan mensen oordelen en verplaatsen en identificeren enzovoort. Anders blijft het op afstand, is het weg te redeneren nog. Ja. Ja. En hoe doe je dat? Want welk moment zoek jij uit? Je ziet bijvoorbeeld twee mensen die in de cel zitten. Eentje staat op het punt om zelfmoord te plegen. Die wil een spijker door zijn hoofd slaan. Mm-hmm. Of die soldaten die naakte zwangere vrouw vast hebben. Ja, uit de titel kun je afleiden. Oh ja, daar gaat iets vreselijks mee gebeuren. Maar je ziet het niet. Hoe kies jij dat moment? Nou, het is meestal is het spannender om het moment te kiezen net daarvoor. Of tijdens. Het ligt een beetje aan. Ja, het ligt ook aan het verhaal. Hè. Het verhaal met die scène waarin die vrouw in Sierra Leone wordt opengesneden. Ik heb er ook over nagedacht om het daarna te schilderen. Dat was eigenlijk mijn eerste idee. Maar ik dacht dan, wat zie je dan? Dan zie je een kindsoldaat met een foetus in zijn handen. En ik dacht, dat is echt veel te gruwelijk. En ook de foetussen, die zijn meestal zo klein. Het is zo'n onhandig hompje vlees in zekere zin. Dat heeft geen effect? Of niet, nee, effect dat gaat eigenlijk te ver. Ja. 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 Dus het wordt soms ook te gruwelijk. Soms kan het inderdaad te gruwelijk zijn, ja. Wat ik ook bedacht bij het kijken van je schilderij is dat nu maken wij als het ware het schilderij af. Hè? Dus de seconde erna, die ga je zelf wel invullen. Mm-hmm. En volgens mij zijn die beelden die je dan in je eigen hoofd oproept oneindig veel sterker dan wat jij ook zou kunnen schilderen. Want het zit al tussen je oren. Dat ook, maar het heeft er ook mee te maken dat het moment dat je nu ziet, is een moment waar je in zekere zin nog wel in mee zou kunnen gaan. Bijna. Of in ieder geval als toeschouwer zonder in te grijpen. Mm-hmm. Maar dat laatste moment, dat is eigenlijk net zoiets als je. Ja. Ja, dat gaat net te ver. Ja. Dat zou je zelf niet meer doen. Dat ligt buiten de rijkwijde van.
Meestal buiten, ja, precies, buiten de rijkwijde van de denkkracht van mensen. En ja, je moet mensen op die manier ook triggeren. Hè? Dat is natuurlijk ook wel interessant waarom schilderkunst, in mijn geval dan, nog zoveel kan oproepen. Meestal zijn de beelden die we via het journaal tot ons krijgen veel gruwelijker. Hmm. Maar goed, daar speelt iets anders een hele belangrijke rol. Is dat wij vanuit gaan, weet je, het klopt natuurlijk niet, het is niet zwart-wit. Maar dat de journalist objectief is. Dus dat hij het beeld niet gewild heeft. Hmm. Maar de kunstenaar, die wil dat je het ziet. En die heeft het beeld daadwerkelijk gewild. Ja, die begint vanaf nul. Die begint met een leeg doek. Ja, dus er wordt dan een bepaald soort gekte of perversiteit of een soort merkwaardig verlangen bij de kunstenaar geconstateerd. Maar jij als toeschouwer bent ook naar het museum gegaan of naar die tentoonstelling. Je voelt jezelf in zekere zin ook betrapt. Mm. Dat je dat dan toch wilt zien. Ja. Maar in jouw geval is het natuurlijk ook, laten we zeggen, voor het proces dat je wil bewerkstelligen met je schilderijen, is het ook nodig dat die perverse kant erin zit. Mm-hmm. En ook dat die herkenbaar is. Ja, want ik vind het dan pas eigenlijk interessant worden in mijn geval, dat je echt buiten de traditionele moraal denkt. En ja, toen ik op de academie zat en toen we natuurlijk les kregen, op de middelbare school hadden we dat natuurlijk ook, maar op de academie ging dat wat verder, over de beeldenstorm en de rol van propaganda binnen de beeldende kunst in dictatoriale regimes. Dus je voelt ook wel een soort gebod of een soort verbod op bepaalde thema's en op bepaalde onderwerpen. Mm-hmm. Dus dat vind ik ook wel interessant om je daartoe te verhouden. En in hoeverre is dat eigenlijk toch belangrijk voor de maatschappelijke ontwikkeling of de morele maatschappelijke ontwikkeling om dat soort beelden dan toch te tonen. Maar soms is het ook dat je zelf boos bent. Soms is het dat je eigenlijk dat je schrikt dat je niets voelt bij een reportage. Wanneer had je dat bijvoorbeeld? Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Nou, bijvoorbeeld over die burgeroorlog in Sierra Leone. Daar voelde ik eigenlijk niet zoveel bij. En dat was zo ver weg. Maar ook over de Tweede Wereldoorlog. Het leven in de concentratiekampen. Dus wat je eigenlijk vaak krijgt met geschiedenisles zijn de conferenties waarop alles besloten is, de cijfers. Maar het beeldmateriaal was minimaal. En sociaal gezien, de biografie of de autobiografie, die kreeg je niet op de middelbare school. Dus het was ook een soort verlangen om meer te voelen wat daar gebeurd is. Maar dan sta jij dus voor de wonderlijke taak om die geschiedenis weer tot leven te brengen in een zo gruwelijk mogelijk schilderij. Ja, nou, niet alle schilderijen zijn even gruwelijk. Ze hebben ook niet allemaal hetzelfde uitgangspunt. Maar, en dan ineens kun je, ja, dat triggert hem ook mijn morele gedachtegang. Dus bijvoorbeeld over die concentratiekampen. Dus er zijn een aantal schilderijen die, laat ik zeggen, de sympathiek van de kant van de mens laat zien. Waarop mensen elkaar helpen. Waarop mensen elkaar schoonmaken. Terwijl er een hevige infectie gevaar is. Mm-hmm. Maar er is bijvoorbeeld ook een scène waarop twee kampbewoners een andere kampbewoner verkrachten. Dus ik dacht, in die setting, weet je, het slachtofferschap maak je ook niet heilig. En dat was eigenlijk wat ik wilde aantonen in dat schilderij. Ja, je bent niet gevrijwaard van alle morele bezwaren omdat je zelf toevallig slachtoffer bent. Nee, in tegendeel. En dan is het ook nog eens zo dat onder zo'n regime of in zo'n situatie is het ook nog eens heel moeilijk om je rug recht te houden. Weet je, als alles corrupt is om je heen, nou, dan wordt het natuurlijk ook vrij moeilijk om zelf heel te blijven of zuiver. In hoeverre moet jij dat snappen als je zo'n schilderij maakt? Moet je in de huid van zo'n dader kunnen kruipen? Ja, maar het is niet dat ik het, ik vertrouw wel enorm op mijn intuïtie. Dus het idee komt. Ik maak een tekening. Soms is het dan te heftig. Dan moet ik er, laten we zeggen, een tijd over nadenken. Of in ieder geval het accepteren dat ik dat wil doen. Hmm. Maar intellectueel hoef ik het niet helemaal uit te kunnen leggen voor mezelf. Intuïtief denken, daar vertrouw ik genoeg op om zo'n schilderij al de maatschappij in te sturen.
Ondanks dat ik zelf nog onzeker ben over... Maar zo'n verkrachtende gevangene in een concentratiekamp. Wat is er voor jou nodig mentaal om zo'n figuur te kunnen schilderen? In hoeverre moet je je daarin kunnen inleven? Nou, die shock van het idee, die moet even verdwijnen. En dat inleven, ja, dat gaat eigenlijk vrij... dat gaat eigenlijk in een split second. Dat je denkt van, oh, er is zoveel vrijheid. Er is eigenlijk geen politiemacht in zekere zin die dat soort dingen controleert. Mm-hmm. Dat heb je natuurlijk ook in burgeroorlogen. Dan valt justitie eigenlijk ook helemaal weg, waarop mensen ineens hele andere dingen gaan doen die ze normaal niet zouden doen. Dus als die beschaving dan wegvalt, ja, dat is echt... Dat is voor mij zo makkelijk om dan te bedenken wat mensen zouden kunnen doen. Maar ook wat je zelf zou kunnen doen daarmee? Ja, dat is moeilijk, maar ik kan me wel herinneren dat als kind had ik natuurlijk wel, als ik dwars gezeten werd door de leraar op middelbare school, dat je ook van die gruwe fantasieën hebt. Maar dat zijn natuurlijk over die leraar. Maar het verschil tussen fantasie en werkelijkheid is natuurlijk best groot. Ja. Dus die schilderijen zijn wel fictie. Ja. In die zin. Nee, uiteraard. Maar ik ben wel, het wordt natuurlijk wel spannend op het moment dat je ook, zoals de kijker dat ook moet doen als het schilderij af is, dat je toch je eigen grenzen bevraagt. Zo van, ja, wat. Kan ik me er zo gedetailleerd een voorstelling van maken dat ik het bijna doe, als het ware. Ja, maar ik denk dat het echt, of tenminste dat hoop ik, weet je, dat het zo werkt. Een vriend van mij die heeft ooit zoals omschreven als een soort homeopathisch gif. Hè? Dat zo'n schilderij is wat even je geest enigszins verziekt. Ah. En dat je dan daarna weer herstelt en dat je daar dan meer leert omgaan. Een antireactie geeft ook daarop. In die vorm, ja. Ja. Ah, dat is mooi geformuleerd, ja. Je zou kunnen zeggen, wat je net al een beetje aangaf, het verschil met fotografie, is dat dit een gestileerd beeld is. Mm-hmm. Dus het is echt helemaal opgezet. Is het daarmee veiliger, denk je, voor een kijker om naar te kijken, of minder veilig? Hoe schat je dat in? Nee, dat is wel interessant. Ik kan het wel illustreren. Waar het verschil tussen fotografie en het maken van een compositie als schilder is. Een van mijn beste ideeën, dat heb ik eigenlijk al jaren dat idee. We kennen allemaal het fotorolletje van Srebrenica. Het fotorolletje wat mislukt is afgedrukt. Mislukt af is gedrukt in het fotolaboratorium van Defensie. Dus een van de Dutch Batters had een aantal situaties gefotografeerd in Srebrenica. Terwijl de Serven Srebrenica waren binnengevallen. Dus een aantal moordpartijen, executies had hij gefotografeerd. Het fotorolletje is mislukt. Dus ik dacht, ik vraag hem, deze fotograaf, Ron Rutte. Die is altijd vrij open geweest over wat er op die fotorolletjes heeft gestaan. Ik neem hem mee naar Srebrenica. We nemen acteurs mee en we zetten alles opnieuw in scène. Dus dat klinkt eigenlijk als een ontzettend goed idee, vond ik zelf. Zeker. Maar dan zit ik vast aan... Dat we zeggen zijn fotografische blik, of tenminste zijn herinnering. Want hij heeft die foto's natuurlijk uiteindelijk ook nooit gezien. Maar dan kan ik de compositie niet meer maken. Dan kan ik eigenlijk de kijker ook niet meer meenemen. Dus inhoudelijk kan hij de kijker heel makkelijk meenemen. Maar visueel is het maar de vraag. Weet je, of je mensen... Ja, je moet toch een interessante compositie. Je moet misschien een ander moment kiezen dan wat hij heeft gefotografeerd. Ondanks dat ik eigenlijk ontzettend naar verlang om dat idee uit te werken, is er toch iets wat me tegenhoudt. En dat is dan eigenlijk dat je het niet zelf kunt bedenken of kunt vormgeven of styleren. Met als gevolg dat het misschien minder hard zou kunnen aankomen, of net onhandig, of net niet zo afdoende zoals je zou willen. Ja. Is het er nooit van gekomen? Hebben jullie de reis nooit gemaakt en de foto's? Nee. 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 Nee, helaas niet. Nee. Dat is toch eigenlijk inderdaad... Ja, het is een heel goed idee. Of tenminste, ik denk dat het een heel goed idee is. En het heeft ook natuurlijk een soort... Ja, wat maatschappelijke wraak, hè, op Defensie. Waarom moest dat fotorolletje verdwijnen? Want ja. Argos heeft er vrij veel onderzoek naar gedaan, het radioprogramma. Die hebben zelfs het fotorolletje laten ontwikkelen zoals het is ontwikkeld. En toen bleek dat er toch nog wel wat op stond. Een ander fotorolletje, maar wel met die foutieve chemicaliën bij elkaar. En toen bleek dat er eigenlijk nog genoeg op stond. Ja, precies, om überhaupt een idee te krijgen. Ja. Dus er is echt wel iets weggemoffeld. Ja. Wat heeft al dit kwaad... Hoe lang zou je zeggen dat je het kwaad nu schildert? Nou, sinds de lagere school. Ja. Sinds de lagere school?
Ja, dus als wij vrij mochten tekenen, dan teken ik altijd... wij waren veel aan het skateboarden en dan gingen we ook wel in andere buurten skateboarden als er een mooie halfpijp was gebouwd. En dat was nog buiten de tijd dat er skateparken waren. Mm-hmm. En dat mondde echt heel vaak uit in vechtpartijen met de skateboardende jongens uit de andere buurt. Dus dan maakte ik daar tekeningetjes van. Ah, oké. Okay. Ook al in vechtende scènes of in... In vechten, ja. Wat goed. Maar dat was dan wel een beetje strip, een beetje met een bam, weet je wel. En een, je kent die vormpjes wel, die erbij horen. Ah, wauw. Maar toch misschien niet in een poging om je in hen te verplaatsen al destijds. Nee, maar dat was misschien een soort verwerkings... Ja. Heeft het die rol nog steeds, die verwerking? Ja, dat speelt ook wel een rol. Want ik heb het dan wel steeds over... dat ik geen slachtoffer ben. Maar we zijn natuurlijk wel allemaal gewond. Je raakt gewond door dat soort beelden. En ook dat je niet kunt ingrijpen. En dat je politieke keuze ervan afhangt. Ik weet dat toen ik... Nou, oud was ik? Begin middelbare school. Voor het eerst de foto's zag van al die lijken in Bergen-Belsen. Dat ik toen dacht, het leven is niet meer zoals ik daarvoor beleefde. De naïviteit is weg. Ja. En dat was inderdaad mijn volgende vraag. Van heeft al dat kwaad ook effect op je mensbeeld? Ik heb wel eens een politieagent gesproken en die zei... Ja, ik ben jaloers op de burgers die gewoon achterloos rondlopen. Want ik zie overal wat er misgaat. Ik zie de criminelen lopen en ik zie het gevaar. Heb jij dat ook? Kijk je ook zo naar de wereld? Ja, ik heb wel een groot wantrouwen naar de wereld. Ja, ontwikkeld inmiddels. Hoe uitzicht dat? Nou, dat je eigenlijk altijd op je hoede bent. Nou, klinkt misschien een beetje overdreven, maar dat speelt wel degelijk een rol. Omdat je ook wel een soort toekomstangsten hebt. Ja. Als je ziet hoe makkelijk het altijd gaat. Als in de politieke situatie in een land bijvoorbeeld? Of... Ja, hoe makkelijk mensen elkaar naar het leven gaan staan. Ja. En werkt dat ook op individueel niveau door bijvoorbeeld dat jij op een verjaardag iemand tegenkomt... en dat je denkt van ja, we hebben nu een heel fatsoenlijk gesprek... maar er zit ook in jou een hele duistere kern... Nee, zover gaat het niet. Ik ben wel ook een echte optimist in die zin. Of tenminste, ik heb een vrolijke inborst. Ja. En, dus ik snap ook niet dat die er nog steeds is. Maar het is wonderbaarlijk hoe makkelijk mensen eigenlijk kunnen functioneren. Ondanks dat ze de kennis bezitten van hoe slecht een mens eigenlijk kan zijn. Ja. Maar misschien is dat de hele reden dat je überhaupt zulke soort schilderijen maakt. Dat wij een soort van heel goed functionerend... kopingsmechanisme hebben wat heel veel leed wegduwt. Mm-hmm. En misschien ook de reden dat conflicten in Afrika veel verder van je af voelen. Ja. Dat letterlijk zijn ook natuurlijk, maar ook buiten blijven, emotioneel gezien. Emotioneel gezien en ook fysiek gezien. Hè? Dus als je iemand ziet die uit een andere cultuur komt, dan is het al minder makkelijk om je ermee te identificeren. Ik ken het zelf zo goed uit eigen ervaringen. Onze dochter is Chinees. En als ik dan met mijn broertje op vakantie ga, vooral vroeg en ik kwam terug en zij opende de deur, dacht ik, oh jezus, ah ja, ze is echt Chinees, dacht ik dan. Terwijl normaal gesproken is het gewoon mijn dochter. Maar als ik haar dan een week niet had gezien, dan dacht ik, oh ja. Maar goed, dat verdwijnt natuurlijk weer. Maar je hebt altijd, maar zelfs tussen man en vrouw, heb je, oh ja, jij bent een man. Dat is meteen, dat denk je eigenlijk altijd, onbewust. Ja, dat is je brein die meteen hokjes aanvinkt voor om te begrijpen wat hij ziet. Of dat je, dat je denkt dat je begrijpt dat hij, dat hij dichter bij jou ligt, waardoor je je makkelijker identificeert met. Ja, maar dat is toch ook frustrerend? Dat je dus je eigen dochter, dat daar een soort afstand tussen groeit. Ja, die afstand verdwijnt natuurlijk heel makkelijk als je weer even met elkaar in gesprek bent. Maar als je elkaar even niet ziet... Dan is dat... Ja, maar dat is toch een treurig besef dat we blijkbaar zo gebouwd zijn. Dat je dat niet... Nou, het is wel chockerend, ja. ...kan overbruggen. Ja. Ja, dan, in die zin snap ik dan ook wel de wantrouwen. Dus misschien meer de wantrouwen in hoe we fundamenteel gemaakt zijn. Mm-hmm. En dat het moeilijk is om dat te lijf te gaan, ja. Ondanks dat je... Ik kan er heel vrij open over spreken en ik kan erover reflecteren. En, maar goed, sommige elementen zijn... niet zo makkelijk te verbannen uit je geest. Nee. Dat wetende, denk je dan ook niet... van ja, wat doe ik dan eigenlijk met mijn schilderijen? Gaan die schilderijen dan ooit een effect hebben? Ja, dat zijn van die vragen die... die kan ik natuurlijk niet beantwoorden. Dat is aan de maatschappij. Hoe... Het is altijd een belangrijke vraag natuurlijk voor een maatschappij. Hoe willen we ons
zelf herinneren. En dat is iets wat de samenleving moet doen. Dus dat soort discussies hou ik wel in mijn hoofd, in mijn atelier. Maar dat in mijn atelier telt alleen ik. Mm. Tel alleen ik, bedoel ik. Ja. En, dus je kunt niet nadenken over andere mensen in zekere zin. Ook al denk je dat je dat wel kunt, maar... Ja, nee, je kunt niet reacties inschatten. Je zou wel kunnen zeggen, ik verlies überhaupt de hoop dat zo'n schilderij iets teweeg kan brengen in die fundamentele hersenpatronen waar we het net over hadden. Ja, dat denk ik niet. Want als ik vanuit de negatieve denk, dus de negatieve opbouw van een beeldcultuur, dus dat je onder, waar we in het begin van dit gesprek over hadden, over de beeldenstorm, over hoe nu in dictatoriale regimes bepaalde beelden worden verlangd, de leider moet worden verheerlijkt, de kritische werken over wat zich afspeelt in de gevangenis, die mogen niet getoond worden, dat de goelaggen bestonden, dat is bijna helemaal verdwenen, dat historisch besef in Rusland. Dus als de samenleving die kant op gaat. Dus ik denk dat je wel altijd dat gif moet blijven maken. Ja. En dat afbeeldingen verboden worden of in een bepaalde richting geduwd worden, geeft ook aan wat de kracht van afbeeldingen kan zijn natuurlijk. Ja, eigenlijk nog meer dan de complimenten. Laten we eens naar de afbeelding aan de overkant gaan kijken. Annabel, pak de microfoon erbij. Wat ben je aan het maken ondertussen? Ja, ik ben eigenlijk vooral bezig met het tekenen van allemaal lege kamers. Oké. Ik vond het heel mooi, Ronald. Aan het begin zei je iets van... Even kijken, ik heb het opgeschreven. Als kunstenaar vertrek je vanuit het idee dat er ergens een leegte ontstaat. En dat vond ik heel mooi, dat je dus eigenlijk op zoek bent naar iets wat er niet is. Zodat je het kunt gaan maken. En ik zag meteen heel erg voor me als beeld van... Je komt binnen in een lege ruimte of zo. En je denkt, oké, hier kan ik iets mee opvullen. En toen had je het later over het werk wat je gemaakt had, wat eigenlijk niet mocht bestaan. En toen dacht ik, dat vind ik een heel mooie... Er zit een heel mooi soort link tussen of zo, dat je op zoek bent gegaan naar iets wat er nog niet was. En toen heb je het gemaakt en toen zeiden mensen van, nou, we vonden eigenlijk liever niet. Liever dat het er niet meer is of zo. Dat vond ik heel mooi, dat je soort leegte, ja, leegte die je zoekt, waar je in kunt zijn. Ja, dus daar ben ik nu verschillende versies van aan het tekenen. Ja, precies. Dat vertaalt zich naar hele abstracte... Hele simpele, leegtes. Simpele tekeningen. Mooi. Nou, het is wel interessant. Kan ja, reageer vooral. Nee, maar dit is wel waanzinnig interessant. Want gewoon je een ruimte gebruikt in de schilderij... neemt het identificatieproces enorm toe. Mm-hmm. En sinds... hoe heet die film ook weer? Van Orson Welles... de allerberoemdste film van Orson Welles. Nu wordt het een quiz. Ik weet maar in ieder geval, hij zei van dat hij. Hij zei in ieder geval: ik ben de eerste filmmaker die het plafond ook filmt. Hmm. Daarvoor hingen daar waarschijnlijk een microfoon, mm-hmm. of weet ik veel. Maar, en zodra je een dak hebt, werkt een ruimte nog veel beter. Ja. En dat zie je natuurlijk bij alle kersttaferelen. Mm-hmm. Dan heb je die stal van Christus. Mm-hmm. Zo gauw daar een dakje in zit, dan voel je meteen geborgen. En dan ben je er veel meer dan wanneer je geen plafond hebt. En dat is iets wat jij volgens mij ook in je schilderijen toepast. Hè? Ook mensen levensgroot schilderen. En liefst met een dakje. Met een dak. Dakje, ja. Altijd een dak. Sowieso een dak. Oké, okay. Nou heel goed. Teken nog lekker door. Ja, aan het eind van het gesprek komen we even bij je terug. Om te kijken wat er nog meer voor ruimtes zijn ontstaan, denk ik. Je luistert naar Kunst is Lang met Ronald Ophuis, die het kwaad van de mens portretteert in scènes die de meest vreselijke omstandigheden oproepen, verkrachtingen, zelfmoorden, ga maar door. Maar met welke onderwerpen ben je nu bezig, Ronald? Want ik meende een soort van lichtere trend te kunnen ontwaren. Ja, dat is ook wel... toen ik van de academie afkwam, toen dacht ik van... nu zijn alle thema's behandelbaar. En dan ineens kom je tot de ontdekking dat het helemaal niet voor jou is weggelegd. Hè? Dat je echt best specifiek je wil verhouden tot bepaalde thema's. Dus de afgelopen jaren hebben we al geprobeerd om in ieder geval iets meer ruimte te creëren. En iets wat altijd wel aanwezig was in mijn atelier waren schilderijen van, of tenminste afbeelding van schilderijen van kunstenaars uit vervlogen tijden die het pastorale boerenleven schilderden. Dus dat is Van Gogh. Maar je hebt ook een hele mooie Italiaanse schilder uit die tijd, Secantini.
Je hebt een prachtige, een beetje naïeve... naïef klinkt een beetje raar, maar... hij werkt in de traditie van de folk art. Horace Pippin, een Amerikaanse schilder. Die ook een soort gelijke boerentaferelen schilderde. En ik dacht, ik wil nog één keer een poging wagen om te kijken of je dat ook naar nu kunt tillen. He, want die beelden, dat beeldmateriaal is eigenlijk verdwenen richting de volkskunst. Hmm. En wat is de aantrekkingskracht dan van dat beeld? Nou, het is ook... het is echt die warmte en het verlangen naar die tijd. Het is ook een soort verlangen naar stilstand. Het is ook een soort oerbeeld echt wat we allemaal kennen. Van die koe in die stal, in een oude stal met hooi en spinnenwebben en vliegen. Maar dat het eigenlijk zo ver van ons af is gaan staan. Of in ieder geval van mij. Want mijn opa was een kleine boer en er zaten een aantal boeren in de familie. En ik woonde aan de buitenkant van Hengelo. Dus er zaten ook een aantal boerenkinderen bij ons op school. Dus waar we dan gingen spelen. Dus voor mij was voor mij eigenlijk een vrij normale omgeving om daar ook te zijn gedeeltelijk. Dus ik wilde dat is misschien niet in de vorm van een jeugdherinnering, maar ik wilde gewoon kijken of zoiets nog mogelijk was om daar iets mee te doen. En het is natuurlijk te maken, maar iets mee te doen bedoel je... Dat het aan zou slaan, maatschappelijk. Ook, ja. Ja, precies. En hoe doe je dat? Want grappig dat je deze aanhaalt. In een oud interview zei jij, ik moet geprikkeld raken. Hè? En je zei letterlijk, gewoon een koe schilderen zou me nooit lukken. Nou kom ik een paar maanden geleden op Art Rotterdam. En wat hangt daar? Metersgroot. En zwarte stal met een liggende koe erin van jouw hand. Ja. Wat is er gebeurd in de tussentijd? Dat is wonderlijk. Maar toen ik in die tijd over die koe sprak, toen dacht ik altijd nog aan een koe buiten. Maar toen ik die schuur tegenkwam, ik fotografeer eigenlijk altijd wel schuren als ik ergens ben, ook om het gebruik van ander materiaal. Toen dacht ik ineens, dit is echt de plek die... Het is ook weer het dakje dus, wat het verschil maakt. Daar zit een heel klein dakje in, waar de hooibalen nog weer op liggen. Maar goed, dat dakje is bijna ingestort. Er lag geen hooi meer op. Maar, ja. Maar wat maakt dat de koe nu wel tot zijn recht komt? Of dat hij wel in jouw interesse heeft en overeind blijft in de schilderij? Nou, het had ook mee te maken dat ik me gewoon even helemaal had afgesloten van alle andere prikkels. Dus normaal gesproken lees ik altijd alle rapporten van, of allemaal, het is overdreven, maar veel rapporten van Amnesty. Ik kijk veel interviews over wat er in de Arabische wereld gebruikt via YouTube en Al Jazeera. En op een gegeven moment dacht ik, nee, ik wil even nadenken over mijn toekomst. En ik wil gewoon even geen prikkels die sterker zijn dan zo'n pastoraal stil leven in zekere zin. Ja. Dus dat ging eigenlijk wel, maar nu is het wel weer tijd voor iets anders. En hoe zorg je dat dat toch een interessant schilderij wordt? Want als kijker zou je kunnen denken, ik ben die hele heftige beelden van jou gewend. En dan ligt er ineens een koe in een stal. Ja, dat was wel een openbaring. Als ik eenmaal bezig ben met het schilderij, dan maakt het onderwerp eigenlijk niet meer uit. Hmm. Ik dacht altijd van, ik moet me ook nog... Die denkmal die moet kunnen blijven functioneren. Maar als je eenmaal bezig bent, dus je hebt het onderwerp in zekere zin achter je gelaten, dus je weet hoe je het qua compositie in elkaar wil zetten, dan hou je eigenlijk alleen nog maar bezig met de esthetiek van de verf. En daar kun je zo in opgaan dat je eigenlijk die andere dingen vergeet. Dus het was voor jou in eerste instantie ook even een uitstapje, even rustig? Ja, maar je moet het... Ja, maar goed, het is wel iets... Je moet er wel, of in mijn geval moet je er wel mee oppassen. Want ik heb ook een ander... Tegelijkertijd was ik bezig met een ander dier. En toen hebben we even gedacht om dat tijdens die tentoonstelling om ze bij elkaar te hangen. Maar dat gaan ze elkaar besmetten. En dan word je een soort dierenportretist. Dus, en dat wil je niet zijn? Nog niet, nee. Nog niet. Maar is dit een vooruitblik op jouw rustigere fase, laten we zeggen? Over 20 jaar schilder jij alleen nog maar dieren? Of hoe... Nou, die liefde die was er altijd. Dus op de academie heb ik ook wel eens een koe geschilderd. En een aantal andere dieren. Maar je moet een beetje, je moet het doseren. Ja, en het was even tijd voor tegengewicht. Even, ja. Ik meen dit ook te kunnen zien dus aan wat ik zei. De concentratiekampgevangenen, om het zo maar te zeggen. Er zijn er twee die doen aan theater. Hè? Er zijn gesminkt mm-hmm. als clowns. Ja, het is wel goed om te zeggen dat ze zijn al bevrijd. Hè? Dus vanaf...
januari 1945 werden de eerste concentratiekampen al bevrijd door de Russen. Mm-hmm. Primo Levi zat in een bijkamp van Auschwitz. Hij werd ook bevrijd door de Italiaanse Russen. Italiaanse schrijver? Ja. Mm-hmm. En hij vertelt dan dat het hem bijna een jaar heeft gekost om thuis te komen. De infrastructuur in Europa was vernietigd. Hele grote gedeeltes van Europa waren nog in oorlog toen hij bevrijd was. Dus ze zochten een weg terug op zoek naar onderdak en voedsel. Dat deden ze vaak in groepen, dat was makkelijker. En wat ze dan af en toe deden was dat ze theatervoorstelling voor elkaar organiseerden. En toen hij dat schreef, maar de scènes die hij beschreef, die kon ik eigenlijk niet schilderen. Niet omdat ze te gruwelijk waren, maar die leenden zich niet voor een visueel... voor een schilderij. En, wat waren dat voor scènes dan? Nou, bijvoorbeeld dat ze een rijmpje opzegden. Het bestond uit drie zinnen en steeds werd één woord vervangen door een handgebaar. Ah. En uiteindelijk werd het een soort pantoniem. Maar dat is natuurlijk onschilderbaar. Ja, dat is waar. Ja. Dus ik moest iets hebben. Maar wat ik wel proefde in zijn tekst, was dat de wederopstanding. Ja, dus hoe je weer losmaakt van het zware verleden, wat je en trauma's en de dood en het verlies en de rouw. En dat je dan toch ineens weer, dat er weer plaats is voor kunst om weer. Of door de kunst, dat is weer plaats voor kunst. En ook door de kunst dat je weer, ja, weer terug probeert te komen in het maatschappelijk leven. Want het is inderdaad een belangrijk detail, denk ik, dat ze, dan, dat ze al bevrijd zijn. Want in gevangenschap krijgt die kunst een heel andere rol natuurlijk. Ja, ja, ze hebben dat wel eens gedaan. Het is niet die scènes die ik heb, maar er waren wel stand-up comedians in het. In het concentratiekamp die dan wel... Want op zondagmiddag hadden ze eigenlijk altijd vrij. Weet ik niet in alle kampen, maar in heel veel kampen hadden ze op zondagmiddag vrij. En wat ze dan vaak deden, was dat ze naar de latrines trokken. Want dat was de plek waar de Duitsers niet kwamen. Vanwege de besmetting, vanwege de stank. En daar hielden ze dan lezingen onderling. Vertelden ze verhalen. Dat was hun vrijplaats. En daar organiseerden ze ook voorstellingjes. Of, zolang ze daar de energie voor nog hadden dan. Wat natuurlijk een krankzinnige... situatie is. Mm-hmm. En wat zegt dat over de rol van kunst? Dat je zoiets, dat je zeg maar zo'n tafereel eruit pakt, zie je dat als een pleidooi voor kunst? Zo van, zie je wel, het is heel waardevol? Of is het ook het failliet van de kunst dat in zo'n setting zich afspeelt, maar dat eigenlijk niks in de echte wereld veranderd heeft? Oh, dat failliet. Ja, nee, zo zou ik niet zien. Maar ik bedoel dat... Zo zou je het ook kunnen interpreteren. Zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Nee, ik zag het meer als houvast. Ja. Als een soort noodzakelijk verlangen. Ja. Naar emoties waar je ook over na kunt denken. Dus emoties waar je over kunt reflecteren. Want de kunst die gemaakt is, dat is echt de echte kunst in de concentratiekampen, dat is van een heel... Dat kent eigenlijk een heel beperkt domein. Dat zijn eigenlijk alleen maar portretten. Dus dat ik jou portretteer omdat ik weet dat jij gaat sterven. Of dat is het laatste. Maar ik ken eigenlijk geen... Ik heb me er best wel in verdiept. Ik heb best wel veel verzameld in de loop der jaren. Qua beeldmateriaal. De scènes die zijn pas geschilderd en getekend. Vooral getekend. Na de bevrijding. Dus dat ze als het ware een soort overview hadden van wat er gebeurde. Hmm. Maar dat misschien was emotioneel ook wel... Nou, dat denk ik eigenlijk ook wel onmogelijk om daar al zo mee om te gaan. Dat zie je natuurlijk ook vaak in oorlogsgebieden. Hè, als journalisten op bezoek komen, dan hoe makkelijk mensen eigenlijk vertellen over wat hun is overkomen. Maar hoe lang het duurt voordat de mensen die het hebben meegemaakt tot kunst komen. Over omdat er afstand voor nodig is misschien. Ja. Ja, er is absoluut afstand voor nodig. Dat is ook de reden, denk ik, dat je als kunstenaar altijd een tijdje moet wachten voordat je... je visie geeft of vertaling op een maatschappelijk conflict. En na 9-11 duurde het jaren voordat de eerste literatuur erover verscheen. Omdat je niet op kunt tegen die shock van het nieuws. En dus die shock moet eerst verdwijnen. Er moet een soort leegte ontstaan. Wederom waar je dan als kunstenaar in kunt duiken. En dan alles weer kunt oproepen. En wat is dan volgens jou vervolgens de waarde van dat oproepen? Ja, dat je de geschiedenis niet miskent. Dat je die levend houdt. En de geschiedenis blijft altijd levend. Hè? Dat is gaat die uitspraak van Faulkner. History is
history is not dead. The history is not even past. Zoiets. Ja. Maar goed. De koe was een uitstapje. Wat is het volgende onderwerp waarmee je ons gaat prikkelen? Nou, een plan waar ik nu over aan nadenken ben is... je ziet drie vrouwen het land bewerken. Die bewerken het land rondom Srebrenica. En dat zijn vrouwen, laten we zeggen, in 2010. Dus dat zijn de weduwen van de mannen die zijn vermoord in Srebrenica. Dus ik dacht, dat is mooi. Met een dorpje op de achtergrond waar je dan ook niemand ziet. Dus je hebt het gevoel dat er eigenlijk alleen nog maar vrouwen over zijn die het land moeten bewerken. En dat is een plan waar ik over nadenken ben of ik dat zou gaan doen of niet. Ja. En wat zijn dan overwegingen bij? Nou, ik vind het ook wel belangrijk dat iets als een soort schaamtemonument verbeeld wordt. En dat is natuurlijk toch een soort schaamte. Hè, wat ons is overkomen, dat we daar niks aan hebben gedaan. Dat we dat onder ons ogen hebben laten gebeuren. Als Dutch Petters. Ja, die Dutch Petters is eigenlijk niks aan te rekenen. Maar eigenlijk dat we het ons niet konden voorstellen dat zoiets zou gaan gebeuren. Dat is eigenlijk de... daar zijn we natuurlijk wel schuldig aan. Hm. Dus het wantrouwen moet geactiveerd blijven. Ja. Dankjewel. Ik kijk er op een rare manier naar uit, laat ik het zo zeggen. Goed. Dank voor je gesprek. Annabel, wat is er bij jou nog bijgekomen? Nog meer kamers, eigenlijk. Ja. Ik heb er een paar met een plafonnetje getekend. Hij werkt goed, hè, het plafond? Hij werkt goed. Hij je zit er goed. Meteen in. Het zal maar. Nou, heel mooi. Fijn dat je bij ons wilde zitten en deze mooie tekening hebt gemaakt. Dankjewel. Ga vooral naar mrmotley.nl als je wil zien hoe de tekeningen van Annabel eruit zien. Wij eindigen onze uitzending met Voor de Kunst. De crowdfund-site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week zit hier Arvid Wiegerink. Hij is van het Amsterdamse Museum Ons Lieve Heer op Zolder. Arvid, welkom. Dankjewel. Een museum dat 130 jaar bestaat. Zeker. Hoe begint het verhaal van het museum? Het verhaal van het museum begint eigenlijk eind 16e eeuw. Als Amsterdam van een katholieke stad naar een protestantse stad gaat. En op dat moment worden eigenlijk alle kerken die katholiek waren, die worden protestants. Dus op een gegeven moment moesten rijke katholieken die nog katholiek wilden blijven en katholieke missen wilden bijwonen, die moesten dat in het geheim doen. En toen is dit museum ontstaan. Het zit aan de gracht, hè? Ja, midden op de Wallen. Heel mooi grachtenpand. Ja. Hoe was de maskerade, zeg maar? Het is gewoon een grachtenpand uit de Gouden Eeuw. Je loopt eigenlijk door het hele pand door en daar zie je eigenlijk de bedsteden. Dus je ziet ook de kunstcollectie bijvoorbeeld van Jan Hartman, de voormalige eigenaar van de kerk. Mm-hmm. En op een gegeven moment, als je de twee verdiepingen naar boven bent gekomen, dan kom je eigenlijk op een complete kerk op zolder. En het was eigenlijk een woonhuis dus? Ja, het was een woonhuis en verborgen op zolder was de kerk. En alles zit erop en eraan, hè? Een orgel? Een kapitool, een heel altaar, dus, bankjes, ja. Noem het maar op. En nou willen jullie iets bijzonders doen, ja. Ter ere van die 130 jaar, namelijk een logo, een naam op de gevel. Ja, nou het mooie van het hele verhaal is dat eigenlijk het museum is ontstaan door crowdfunding. Dus 130 jaar geleden is een groep katholieken, die hebben toen geld ingezameld, omdat de zolderkerk dreigde gesloopt te worden. En toen hebben ze 6.000 gulden bij elkaar weten te sprokkelen. Daarvan hebben ze dat pand gekocht. En op die manier is de zolderkerk bewaard gebleven. Dus wat wij nu willen doen, eigenlijk een beetje in het kader van 130 jaar geleden, willen we meer zichtbaar worden naar de stad toe. Want heel veel mensen weten wel van ons bestaan, maar ze weten niet waar het zit of ze lopen het ongemerkt voorbij. Mm-hmm. En daarom dachten we om 130 jaar later geld in te zamelen om de letters en de benaming op de gevel van het pand te krijgen. Om nog meer mensen erin te trekken. Ja. Dus die crowdfunding, dat zit in de hele geschiedenis van dit museum. Ja, het is echt een vroeg staaltje crowdfunding. Ja, dat vind ik dan wel weer mooi. En welke rol heeft het museum nu in de stad? Het is eigenlijk uitgegroeid van een katholieke verzameling tot een culturele instelling die zich eigenlijk bezighoudt met
ja, door dat verhaal van die verborgen zolder op verborgen kerk op zolder. Te praten over onderwerpen zoals tolerantie en religieuze diversiteit. Wat natuurlijk gewoon een heel actueel onderwerp is. En hoe doen jullie dat? Zijn er lezingen, activiteiten? Er zijn lezingen, activiteiten. We hebben het nieuwe pand en het oude pand. En het nieuwe pand is eigenlijk veel meer gekeken naar... wat betekent religieuze diversiteit nu? Wat betekent tolerantie? En daarnaast hebben we een onderwijsprogramma. Dat heet Voices of Tolerance. En daarmee gaan we langs VMBO-scholen. Om met die leerlingen te praten over... wat is tolerantie voor jou? Wat betekent religieuze diversiteit vandaag de dag in onze stad? En het is ook een doelgroep die we normaal gesproken niet echt over de vloer krijgen. En op die manier is dat heel erg leuk om te zien... dat je dan toch een veel gemixter jonger publiek over de vloer krijgt. Die een beetje bijna gedwongen wordt om daarover na te denken. En wat zijn dan de grootste thema's binnen die religieuze diversiteit in Amsterdam? Want... laten we zeggen, de protestants-katholieke tegenstelling... Mm-hmm. Die kunnen denk ik veel mensen zich al bijna niet meer voorstellen. Nee. Ja, nu hebben we het natuurlijk ook over... je hebt heel veel zwarte scholen. Dus het gaat ook echt over... over het moslimgeloof. Maar we kijken ook naar bijvoorbeeld... waarom er zoveel synagoges in Amsterdam zijn. En hoe dat zich ontwikkeld heeft in de loop der tijd. Ah, ja. Ja. Functioneert de kerk eigenlijk nog? Ja, elke laatste zondag van de maand zijn er nog steeds missen bij te wonen. Oké. Dat is eigenlijk overgewaaid uit de jaren 50 uit Parijs. De kunstenaarsmissen noemden ze die. En dat is een traditie die is eigenlijk nooit meer weggegaan. Dus dat doen we nog steeds elke maand. Kunstenaarsmissen? Ja, kunstenaarsmissen. Vertel eens. In Parijs verzamelden op een gegeven moment, na het protestantisme. Toen begon het katholicisme weer een beetje te emanciperen. Dus mensen mochten zich weer katholiek noemen. En ze begonnen clubjes op te richten. En op een gegeven moment was er een groep kunstenaars in Parijs die ook echt dat soort missen in lasten. En dat stond een beetje de trend overgewaaid naar Amsterdam. En terechtgekomen ook in Onze Lieve Heer op Zolder. Ah, oké, maar het zijn wel openbare missen. In die zin, iedereen kan er naartoe. Ja, iedereen kan er naartoe. Ja. Hoe is het eigenlijk met het katholieke geloof in Amsterdam gesteld? Misschien weet je dat helemaal niet, maar... Ja, ik ben zelf niet katholiek. Dus ik ben niet heel erg betrokken in katholieke kringen. Ik weet dat de grootste katholieke kerk van Amsterdam... dat is natuurlijk de Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station. Aha. En volgens mij zit die nog elk weekend, elke zondag gewoon vol. Ah ja, precies. Maar eigenlijk, het museum staat een beetje af misschien van de katholieke gemeenschap in Amsterdam. Dat niet zozeer, want het museum staat natuurlijk heel goed bekend bij de katholieke achterban. Mm-hmm. Maar we proberen gewoon vandaag de dag veel meer dat katholieke verhaal te gebruiken om het te hebben over religieuze diversiteit en over culturele identiteit. Dus we proberen het wat breder te trekken en voor een bredere doelgroep aantrekkelijk te maken. Je hebt het zo over crowdfunding, hè, en door de hele geschiedenis heen van die kerk. Mm-hmm. Zijn er al eerder zulke soort acties geweest waarbij bijvoorbeeld het interieur vernieuwd is of een nieuwe orgel of nieuwe kunst? Ja, zeker. Eigenlijk is de hele collectie ontstaan door schenkingen van alle vroege leden van Stichting Amstelkring. Dat zijn de oprichters van het museum. En dus eigenlijk alles wat er in het museum te zien is, dat is zo'n beetje geschonken of aangekocht. En 2 jaar geleden is een pand naast de Zolderkerk is aangekocht. En dat is helemaal herbouwd om de bezoeker wat meer ruimte te geven. We hebben nu een educatieruimte, we hebben een museumcafé en een museumwinkeltje. Dat is eigenlijk echt gebouwd om... Ja, dat is bij elkaar gebracht. Ja, door, ja dus door, allemaal door crowdfunding eigenlijk. Ja, sponsoren en donateurs, ja. Ja. Nou herinner ik me ook van een bezoek bij jullie een keer... dat er een soort van... er heeft zich ooit een moordpartij afgespeeld... daar beneden bij de trappen. Dat is geen recent geschiedenis, maar... Daar is mij verder niets van bekend. Oh. Maar er zijn heel veel verhalen over... een beetje urban myths... die zich daar binnen hebben afgespeeld. Ja, ja, maar ja. Ik weet niet van een moordpartij. Ah, oké. Wat is het meest bijzondere verhaal... in het geschiedenis van deze schuilkerk, wat jou betreft?
Nou, wat mij betreft denk ik dat het nog steeds bestaat. Ondanks dat ze eigenlijk steeds van crisis naar crisis gingen. Ze hadden altijd geld tekort. Ja. In de jaren 50 kwam de familie Dreesman in het spel. Die heeft toen enorme donaties gedaan om het om de kerk nog levende te houden. Van Vroom en Dreesman. Van Vroom en Dreesman. Ja. Dus eigenlijk als je de hele geschiedenis bij elkaar bekijkt, dan hangt het aan elkaar van donaties. Yeah. En dat is ook wat we in de tentoonstelling rondom het 130-jarig bestaan willen laten zien. Hoe eigenlijk die ontwikkeling is tot stand gekomen van groep katholieke verzamelaars en donateurs tot een culturele instelling die nog steeds relevant is. Ja, en dat het überhaupt nog bestaat, dat zeg jij, dat vind je een van de... Dat vind ik heel bijzonder, want ze hebben eigenlijk in de hele geschiedenis hebben ze misschien wel 4-5 keer echt op het randje gebalanceerd van faillissement. En er waren er steeds weer mensen die ze uit de brand hielpen door te doneren. En het dak stond op instorten. Allerlei van dat soort verhalen. Dat echt de toekomst niet zeker was. En nu 130 jaar later gaat het hartstikke goed met het museum. Voor mensen die er nog net zijn geweest, wat is nou het pronkstuk? Waarvoor moet je eigenlijk echt in ieder geval één keer naar binnen zijn geweest? Het bijzondere aan het museum is dat je er eigenlijk ongemerkt langs loopt. En dat is ook een beetje ons probleem dus. Hè? Ja. Daarom doen we de kruisvindactie. Ja. Maar je ziet helemaal niks van buiten. Dus je ziet ook geen kruis op het dak of geen franje. Het is echt een 17e eeuwse woonhuis eigenlijk. Ja. Er staat nergens kerk op de gevel. Mensen moesten vroeger ook via de steeg in de zijkant moesten ze naar binnen. Je gaat echt door een pand. Je verwacht het niet. En op een gegeven moment kom je op zolder. En daar is het gewoon het plafond is weggehaald, waardoor je veel meer hoogte hebt. En daar is in één keer het altaar met al zijn pracht en praal. En een enorm orgel en kerkbanken en alles erop en eraan. Dus ja, dat is eigenlijk echt het hoogtepunt van het museum. Dat verwacht je niet. Ja, je hebt mij om. ik ben al een keer geweest, maar ik ga alsnog. Dankjewel. Binnenkort is hopelijk ook met de steun van de luisteraars en met een heel mooi logo en met tekst op te geven. De tentoonstelling die gaat van start op 24 april. Oké, goed om te weten. Dankjewel, Arvid. Dit was Kunst is Lang voor deze week. Ga naar Mr. Motti als je meer informatie wil over het werk van Ronald Ophuis. En dan zie je ook wat Annabel hier in de studio heeft gemaakt. En volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan zit architecte Anna Makic hier. Heel graag, tot volgende week. Me bowing.